Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname, NIMOS, zal een transitie doormaken tot de Nationale Milieuautoriteit, NMA. Minister Silvano Tjonahin van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft gisteren officieel het finale rapport Voorbereiding Transitie naar NMA en Liquidatie NIMOS ontvangen uit handen van commissievoorzitter John King. In gesprek met onze redactie zegt King dat nadat in de Nationale Assemblée de wethoudende regels voor duurzaam milieumanagement, de Milieuraamwet, is aangenomen, er bergen werk is verzet om de Nationale Milieuautoriteit tot stand te brengen. Op grond van alle informatie zijn wij dan aan het werk gegaan om te kijken hoe best wij die voorbereiding konden maken voor die transitie, waarbij ook die amendementen zijn opgesteld en doorgestuurd naar de Assemblée. Wat het operationele betreft, hebben wij als commissie ons gefocust op eerste instantie, wat gaat het NIMOS doen, hoe ziet de structuur eruit, welke functies moeten we binnen de structuur invullen op basis van de nieuwe wetgeving die er voor het NIMOS is uitgewerkt. En in de wet staat ook dat de mensen die nu bij de NMA zitten, die moeten, moeten overgaan naar, die nu bij het NIMOS zitten, die moeten overgaan naar het NMA. Met behoud van rechten. King geeft verder aan dat de commissie ook heeft gekeken en onderzocht hoe de Nationale Milieuautoriteit het best inkomsten kan vergaren. Er zijn regels waaraan de verschillende bedrijven en sectoren zich moeten houden wanneer het aankomt op het schoon en gezond houden van het milieu. Dus er zullen op basis van de polluter betaald gewerkt worden. Daarnaast, als een bedrijf zich wil vestigen, zal er een environmental impact assessment gedaan moeten worden, dat ook geld gaat kosten. Daarnaast heb je een aantal andere mogelijkheden om inkomsten te genereren, maar de grootste ondersteuning zou moeten zijn in eerste instantie de overheid, waarna langzaam dat stukje zal wegkomen te vagen. Dus dat is dat stukje van de inkomsten van de NMA. Wat betreft het personeel hebben wij een exercitie gedaan met de mensen van het NIMOS. We hebben bekeken waar de mensen nu staan, waar ze in geplaatst kunnen worden binnen het NMA. Dus die transitie waarbij de mensen in bepaalde posities terechtkomen. Het is daarom van eminent belang om de nationale milieustructuur vast te stellen voor een gecoördineerde aanpak van de milieuactiviteiten. Tevens is het wenselijk regels vast te stellen voor deskundig beheer van het milieu, alsmede de opsporing, vervolging en berechting van de aangeduide strafbare feiten.